Ah, lekker boys, kijk eens even aan. Gearriveerd in de loods. En op Playboy. Yo. Samenke. Het is even gezeik, want Chitter die heeft de camera thuis liggen. Ik zou hem vandaag komen ophalen. Maar ja, dat is minder waar. Hij is hem vergeten klaar te leggen. Dus ik moet nou even tijdelijk filmen met de GoPro. Begin van de video. Hier zie je hem liggen. Is het die achterste boot? Nee, hey, die boot ligt links. Oh. Nou, we gaan eens even kijken, want hier liggen een hoop boten. En als je goed kijkt... Zo, dat is glad! Ik ben bijna in het water. Nou, daar ligt hij. De knal, hè? Moeten we alle spullen hier overheen tillen? Nee, want daar ligt hier helemaal links. Ja, je kan hier gaan nemen. Nee, je kan hier gaan nemen. Ah, gek. Ja, zoals ik al zei, die camera die wordt straks gebracht te chitten. Dan hebben we wat betere kwaliteit. Nieuwe camera trouwens, dus we kunnen er weer tegenaan. Keurig hoor, keurig. Nieuw bootje, hè? Ja. Sinds wanneer ligt in het water? Anderhalve week. Ja, kijk eens aan. Ik ga vannacht lekker op pad met Sam en met Mitch, maatje van ons. We gaan eerst eens even anderhalf uur varen. Ja, mooi. Mooi, nou wordt het gezellig. Het is heel erg aan het regenen, maar als het goed is gaat het nou droog worden. Dan gaan we de boot maar eens even volladen. Zo, hey, kijk eens even. Je ziet het, aardig wat spullen mee. Niet normaal, hè? Ja, tering zou je allemaal weer. Hey, nieuw water, heb je er vertrouwen in? Ja, 100. Zelf eerder gevist? Nee. Nee, ik ook niet. Nieuw water, slecht weer, we gaan het later lukken. Ja, ik ben benieuwd. Nou, zoals je ziet, alle spullen staan hier klaar. Bootje heeft Sam ondertussen opgeblazen. Hier gaan de spullen in vervoeren, achter de grote boot. Ik heb er ook wel goed gevoel bij. Sam die is even bezig met het zeil, moet ik je helpen? Nee, het gaat zo. De raf is altijd een stuk makkelijker. Ah, hij strijden. Zo, we gaan die Mitch even leren vissen, hè? Ja, mooi. Die kerel, die heb ik nog nooit gevist. Goede vriend van ons. Die wou per se een keertje mee, dus bij deze. Hij is welkom. Twee hengeltjes voor me geregeld. Tentje, stretchen, alles. Kut, we zijn die slaapzak vergeten. Ik bedank hem in een keer. Hij moet even van zijn ja. Ma vragen. Ja, ik zou hem even bellen. Of hij pakt lekker zijn deken van zijn bed, kan ook wel. Hey, goed. Van zijn bed, van de regen. Ja, joh. Nou, hij heeft wel een goed tentje, toch? Zo, het is wel een flinke boot, hoor. Jij gaat in de boot zelf slapen, toch? Ja, want dan gaan we stretchen in de boot zitten. Ja, ideaal. Dat is de eerste keer. Hassa. Tank is aangesloten. Je ziet het, kleine boot helemaal vol. Jezus, we zijn er wel even druk mee bezig geweest, hè Sam? Ja, het is grappig zondag. Mooi. We zijn aangekomen op de stek. Kijk eens even aan. Ja, prachtig. Heel breed kanaalstukje. En ik heb gelukkig mijn laars aan. Want we zijn hier op een soort moeras aveenland aangekomen. Echt, je zat er bij me doorheen. De spullen staan hier allemaal. Dan zou je denken, nou jullie zitten gewoon op een weiland. Sam, niks is minder waar. Laat het eens even zien. Ook hier. De sambus, kijk. Alles scheelt gewoon. Ik voel het gewoon hier schokken in mijn voeten. Niet normaal, echt. Het is een mooie stek. We gaan hier zeker weten een visje vangen. Alleen de omstandigheden zijn niet goed. En we hebben net Mitch, onze vriend, gebeld. En die heeft geen laars bij. Geen laars mee, inderdaad. Ja, goed, ik hoop. Klinkt als een heim. Ja, dat is zijn probleem. Maar ik hoop vooral dat de tent gewoon met de haring een beetje steek blijft staan. Maar echt waar, het is gewoon een soort moeras. We komen er wel, hoor. Ja,
En jij slaapt lekker in de boot. Ja, ik slaap lekker in de boot. Dat klopt ook. Yes, het begint ergens op te lijken. De camping begint zijn vorm aan te nemen. Hier hebben we het tentje van Mitch. Super lage tempest van trekken. Hier hebben we die van mij. Iets groter. Hengeltjes die worden opgetuigd. Ja, bootje ligt klaar. De rest van de spullen gaan we even opruimen. Daar in de verte zie je misschien wel varen. Sammy, die is even Mitch behalen. Dan zijn we toch met het hele team, met z'n drieën. Op een stek waar we nog nooit eerder gevist hebben, maar we weten wel dat hier echt dikke bakjes hebben. Op een ondergrond waarvan je zegt, ja, moet het nou? Een soort moeras, een soort veengrond. Maar ja, goed, het is niet anders. Er zijn nog een aantal spullen in de boot, ga ik daar even uithalen. Als die jongens terugkomen, dan zijn we ready om de hengels uit te varen. En dan is het ook weer tijd voor een hapje eten. Want die anderhalf uur varen zijn wel 2 uur geworden. Dus we leven nu 8:15, 8:50. Het is toch wel tijd voor een hapje. Tot zo. Yes, dames en heren. De hengeltjes worden behaast. En daar hebben we hem, onze schipper. Mitchy boy. Onze verloren zoon. Heb je laarzen bij je? Nee. Ik vind het gezellig. Ik heb nog nooit gevist, man. Oh, maar vannacht gaat het gebeuren, je eerste karper. Misschien wel 2. Ja, wie kijk. Weet, wie weet. Hallo. Hallo. Welkom in de video, jongens. We zijn er vandaag, ja. We gaan het doen. Nou, kijk dan het uitzicht. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. Ja. Wat vind je van de weeromstandigheden goed? Weersomstandigheden, ja kijk, het kan natuurlijk beter, maar het is in ieder geval droog. Dat is het belangrijkste, toch jongens? Jij hebt verstand van zaken, hoor. Ja. Dadelijk gaan we beginnen met de lijnen knopen. Ik trek deze maar even aan. Ik trek deze even aan. Deze is niet gesponsord, deze... Wat is dit eigenlijk? Het is een hoodie. Deze hoodie. Het is een wapenpak. Trek je aan zodat je geen natte poten krijgt. Ja. Ja, weet je, met de jaren ervaring die ik heb opgebouwd over de jaren. Ja, weet je, kunnen jullie denk ik nog een hoop van me leren. Dus laten we het gaan doen. En jij gaat je eigen... Hé, vlamtosties, gek. Vlamtosties? Ja. Apenshot is ook mee, jongens. Nee. Dat is er gewoon weer. Hé, hey, maar kerel, jij gaat wel even je eigen lijnen beazen zo meteen, hè? Ja. Kijk eens. Crispy chicken. Ja, daar verderop zie je Sam met zijn hengeltjes bezig. Eerst hengel liggen in het water en gaat daar bezig met z'n tweeën. En we hebben hier 4 hengels achter elkaar staan. 2 van mij, 2 van Mitch. Is er ommageling in het karpervissen voor Mitch? Ja. Hoeveel karpers heb jij gevangen in je leven? Ik heb überhaupt nog nooit gevist, jongens. Dat is niet te geloven, maar het is echt zo. Dus vandaag gaan we dat doen. Dus ik ben benieuwd. Ja, en je wou lekker een zomersdagje meemaken, dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt. Kijk, de bewolking is er. Ja, vieze wind, vieze wolken. En we zitten op een soort van drassig moerel. Heb je dat al laten zien? Ja, heb ik al laten zien. Dat heeft hij al laten zien. Vies moeraslandje. Ja. Maar goed, Sam heeft 2 stekken geclaimd. Overkantje, links aan de overkant. We gaan er eentje links aan de eigen kant vissen. Overkantje aan de rechterkant gaan we er 2 neerleggen. En om de eigen kant ook even eentje. We gaan zo meteen uitvaren met de boot. Broodje op het hoofd en dan gaan we even alles uitleggen. Je bent er klaar voor? Jij ook, Mis? Ik ben er klaar voor en we gaan het zien. Ja. Ik ben benieuwd wat... Heb je vertrouwen of niet? Ik heb vertrouwen, ja zeker. Ja, dat is goed. We zitten hier toch weer met een legendarische visser, Daniel Tiening. Ze zeggen het. Ja. Lekker jongens. We praten niet veel, hè? We praten niet veel. Moet ik die hengel even aanpakken? Ja, pak hem aan. Pak hem oppassen aan. Met die haak in die boot, want dan zijn we echt draasje. Kom hier eens op. Ah, hier is kom hier. Kom maar, schatje. Daarin. Jezus. Wat een soldaat. En daar gaan we. Zo, die haak gelijk in de boot. Kan je lachen, gek? Ja, dat kan je lachen. Dan heb ik 4 Frankrijk tips. En 3 keer op de Maas gevist met die boot. En dan ga jij er 1 keer in zitten en dan maak je hem lekker. Ja. Zo jongens, daar zijn we. We hebben de hengel meegenomen. Dan gaan we hem ongeveer daar in het hoekje leggen. Leggen we hem een klein beetje van de kant af. En daarna leggen we hem ook nog een klein beetje in het midden van het water. Zodat dat we hem een beetje hebben verspreid. Daniel, waar ga jij hem neerleggen ongeveer? Ja, dat is zeker. We doen dezelfde hengel toch? Oh nee, dit is jouw hengel. Dit is mijn hengel. We gaan natuurlijk eerst 1 hengel doen. Ja. En daarna gaan we de volgende hengel doen. Ja, we hebben nu 3 hengels op scherp liggen. Ja. We hebben hier een mooi voertje. Vind je wat? Dit is de Tijgernet Crunch. De Tijgernet Crunch. Ja, van tijgernetkoop.nl. Ja. En deze bruine, dat zijn de hot tuna's. En we vissen nu vandaag alle 4 hengels op de hot tuna, jij en ik. Ze ruiken goed, moet ik zeggen. Ja, ze ruiken goed, ja. Hoe smaken ze? Ja, lekker. Ja, hoor. Lekker. Nee. Gaat helemaal goed. Ik zal er alvast even voor geluk in het water gooien. Kijk eens, voorvoer, hè? Ja hoor.
Nou, Sandy zei het al, dat hier voor de kantjes, tot en met 1,5 meter vanaf de kant heb je een harde strook. En vanaf daar wordt het echt wel diep blubber. Dus we moeten maximaal een metertje, 1,5 meter. Nee. Dus we moeten maximaal 1 metertje of 1,5 meter van de kant afvissen. Ja toch. Oké, wat we nou gaan doen, Mitch. Dat is, jij gaat die haak ervan afhalen. Ja, hij is goed. Voel je hoe diep het is? Hoe doe je dat? Oké. Nu draaien ze maar strak. We gaan helemaal de verkeerde kant doen. Nu draaien ze strak. Kijk. Dus met hier komt hij en nu gaan we uit water. Kijk, heel diep is het. Valt mee. Als je naar hierin gaat. Kijk, al gelijk een stuk dieper. Dus nu is het zo diep. Val mee tot aan dat loodje. Ja, voel even verschil. Als je hem hier laat vallen, kijk, moet je hem even heen en weer halen en laten vallen op de grond. Zag eens, als je wel de spanning voelt. Voel je hem zo bonken? Oh ja. Boom. Moet je hem nou even een stukje naar links. Moet je hem hier laten bonken. Voel je helemaal niks? Ook wel een beetje, man. Maar bijna niks. Nee. Dus dat betekent dat daar is het hard, hier is het zacht. Dus wat we gaan doen, we gaan hem hier om de eigen kant. Net wel om diep stukje leggen meneer. Inderdaad, een beetje spreid voeren, een beetje op het stek. Ik zal hem even. Als jij voert, ja, lekker de verspreid. Het doel is achter het aarschoen, juist. Als dan de vis komt, dan gaan ze eten en dan zien ze onze lijn niet. Dat is de bedoeling. Ja, zo is het best, een beetje bij de kant nog. Ja, best zo. Dan gaan we hem terugvaren. Hè? Als jij hem kan vasthouden zo, dan met je vinger een beetje hierop. Dat hij niet te hard afloopt. Zeg maar wat ik bedoel? Ja. 4, 5, 6. Ja, zeker. En we hebben hem helemaal uitgevaren zoals je net zag. Gaat super goed. Mijn hengel ligt helemaal daar links. Uiteindelijk, Sam heeft hier zijn hengel staan zoals je ziet. Ja, hij ligt in het openingetje daar en helemaal aan de overkant, 100 meter ver. Gaat sowieso goed. We gaan vangen. En dan? Huh? En dan? Die andere? Dan springt Mitch het water. Ja, die andere, wat bedoel je die andere? Ja, er liggen nog drie. Ja, er liggen nog drie. Die hebben we uitgevaren toen net. Dit toch? We hebben net uitgevaren. Ja, maar waar dan? Waar dan? Waar is het dan? Links bij de kant. Ja. Beetje in het midden. En dan de rechterkant. Ja, dat is mooi. Ja, toch? Hij weet het wel. Leo, jij wou niet wakker worden. Nee. Maar nou is hij eindelijk in die boot hoor. Hier, geef me die GoPro, gek. Oké, jongens. Daniel, die wou niet wakker worden, maar we hebben toch een vis gevangen. Hier, het cadeautje van de zaak. Hier, kanaal goede vis. Jij ligt nog te slapen of niet? Ja, man. Ja, ben je al wakker? Maar, Daniel, ben je nou wakker of niet? Nee. Hij is niet wakker. Maar weet je, Daniel lag te slapen en wat hebben wij hier gevangen? Kijk, ik film net nog even een keertje. Kom, ja, kijk hoor, even. Ja, hoor, kijk nog even. Vis, goeie vis, goeie vis. Ja, goeie vis. Kijk die rug, goeie vis. Ja, ik kan altijd rijden. Ja, hoor. Het gaat goed. Het gaat goed. Dus we hebben het gedaan. En Daniel is nog steeds in Dromenland. Nou, hij is in Dromenland. Waarschijnlijk als hij morgen dit ziet, dan kan hij het niet eens meer herinneren waarschijnlijk. Jongen, ik zweer het Daniel, ik denk echt dat ik jou 15 keer heb geroepen. Ik denk minimaal, hè. En ik denk dat je nog steeds gewoon niet wakker bent. Buikje eronder, alles gek. Ja, Sam, kilootje of? Ja, kilootje denk ik 13, 14, kijk maar naar het buikje. Godverdomme, wat een vis. Hé, mis. Spicy squid, hè? Ja hoor. Ja, dat heeft hij goed gedaan, die gek. Hij is niet gek. Hij is lang niet gek. We hadden hem weer, hè? Ja, Genieten. Zit er nog op? Ja hoor, spicy squid. Lekker gek. Zo aan de rug. Toetoon. Jawel, kijk. Waar is om? Hij staat op 15 kilo met de mat. 16 kilo met de 15,5. Ja, dat is goed. Dus
40 kilo. Ja, 40 kilo's, hè. Lekker pik. Daar is die. Ja, 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 100 meters verderop. Dat ging toch af, hè? Midden in de nacht. 40 kilo. Hatsa. Ja, hoppa. Wat een bakrek. Mooie kanaal. En wat een weer ook. Mooie kanaalvis in de regen. Ken je beter, toch? Hé, hey, mooi. Hier, spicy squid. Niet te winnen. Een zeikensnaald, zeikensnaald. Ja, heerlijk. Prachtig. Ze gadverdamme, stromende regen. Maar zeikensnaald. Ik ben vanaf de kant hier. Nee. Gadverdamme. Is mis aan slapen? Nee. Dan lig je op mijn bed. Daar gaat hij, hè? Hey, mooie vis, gek. 40 kilo. Hatsa! Doei. Hey Sam. Ja hoor, we hebben net weer geflikt, jongens. Wat vind je ervan? Prachtig. Stromende regen. God. Maar maakt allemaal niet meer uit, jongens. Ja. Kerel, het is gewoon gelukt, jongens. Dat is ongelooflijk. Ligt hij alweer in het water in? Ja, hij ligt in het water. Mooi. Nu wij nog, hè? Ik ben zeik en zeiknat. Ja, dat is goed. Ja, ze zeggen het. Ze zeggen het. Welkom in Nederland. Zo jongens, we waren net even aan het ontbijten. En toen ging het ineens, Daniel. Ja, godver, lekker. Hoe laat is het? 10:30 ochtends. Ik vind het een beetje een aparte drill. Ja. Je ziet het, mijn ochtendkoppie. Godverdamme, ik vind het een hele aparte drill. Hij zwemt heel erg mee. Okay. Hij heeft van slap. Ja, ik kreeg af en toe een paar tikken op mijn top, maar of het nou karpen is, dat durf ik niet te zeggen. Hij zwemt fucking echt. Misschien is wel gaskarpen. Ah, ik vind hem echt een hele rare zo. Ik durf niet te zeggen wat het is. We gaan het zien, jongens. Ja, hij zit helemaal in de kant daar zo. Dat is een heel leuk punt. Ja, ja, nou, we zijn even een stukje verder gelopen, want hij begon de kant te zwemmen. Ik heb allemaal verpouwtjes staan, dus aardig gevaarlijk. Ik heb net de eerste observatie kunnen doen, het is een kleintje volgens mij. Wat het nou is, dat durf ik niet te zeggen. Oh, kijk, mooie vis. Komt ie. Gaskarpen. Dat dacht ik dus al tijdens het doen. Ja, dat zei je inderdaad, ja. Tot hij zag er mooi uit, wat denk je zo? Een kilootje of 7, kilootje 8. Oké. Okay. Heel bijzonder, maar. Niet heel bijzonder, maar in ieder geval wel iets, toch? Ja, en de gaskarp, we letten op. Zo mag ik hem bij Sam aan, Sam niet gaan lachen. Ah, gaskarp. Ik heb trouwens maar 2 gaskarpen in mijn leven van. Ja? Ja. Dus na. Dit wordt de derde dan? Na 12 jaar vissen is dat toch wel een. Ja. Bestaat. Bovenaan. Zo, hij is mooi. Ja. Hij is fucking mooi. Is leuk, hè? Ja, hij is echt mooi. Bij gaskapa. Heerlijk weer, jongens. En dat is in juli. Kijk dan, wauw. Hij is mooi, man. Die schubbers zijn mooi, hè? Jezus. De eerste, wat is het? Weet ik hoeveel meter, misschien weet ik hoeveel meter ging hij super makkelijk binnenhalen. Ja. En nu ineens. Ik dacht dat het een zilt of een bazen was. Hij zwom helemaal mee en zo. Ja. Maar dat is echt typerend aan een gaskarp. Daarom wist ik het eigenlijk al. Ook al heb ik er maar 2 in mijn leven van weg, ik voel er 2. Ja. Moet ik kijken. Nee, is het erin? Oh, echt? Ja. Ik zwom er één keer in. Even kijken hoor. Die kijk gek. Zo. Is echt lang. Ja, mooi. Ja, joh. Kijk dan wat een beest gek. Lekker pik. Lekker. Helaas niks gevangen. Maar tenminste, ik dan. Jullie natuurlijk wel. Maar ja, het was een goede sessie. Ja, eerlijk is eerlijk. Ja. Nieuwe stack. Goed man. Ja hoor. Mooi. Bootje volladen. Loopt weer. Kar blijft. Kar blijft, baby.